Wat is de omschrijving van blamage? Dat het niet mag. Maar ik doel niet eens op zozeer op het niveau. Ik doel met name op het verdedigen. Want ik vind eigenlijk dat je de goals weggeeft vandaag. Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. En als je twee goals maakt in Breda als eredivisionist, dan zou dat voldoende moeten zijn om de volgende ronde te halen. Dus dat blijft absoluut een punt van aandacht, want we kregen er vrijdag 4 tegen, nu weer 3. En we kunnen moeilijk zeggen dat dat heel goed verdedigd is. Dus volgens mij moet ik dat ook zo gewoon benoemen. Echt kinderlijk de goals weggegeven, waardoor je een wedstrijd verliest. Emmen kwam in Breda nog wel 2 keer terug van een achterstand. Maar werd een kwartier voor tijd voor de 3e keer simpel geklopt. Een tik die Emmen niet meer te boven kwam. En zo leed de Drentse club in 5 dagen tijd opnieuw een nederlaag door persoonlijke fouten. Ik denk dat we misschien een keer een training volledig daarop moeten richten. Dat we gewoon persoonlijke duels met voorzet aan de zijkant gaan trainen. Maar het is wel zuur, want weet je maakt gewoon 2 goals in de uitwedstrijd. Maar je krijgt er 3 tegen en dan sta je hier met helemaal niks. Araujo, de nieuwe man, Peru, wordt wel steeds beter. Hè? Dat besef je wel. Ja, maar zo werkt dat in het voetbal, dat snap ik ook. De roep om Miguel wordt steeds groter. Ook bij jullie? Nee, het is een goede speler. Dus die heb je er altijd graag bij in grote hoeveelheden. Maar ik leg me er niet bij neer dat dingen gaan zoals ze gaan op dit moment. Want ik geloof ook dat de mannen die vandaag op het veld stonden beter kunnen verdedigen dan dat ze hebben gedaan. Alle pijlen kunnen vanaf nu weer volledig gericht worden op de competitie. En die gaat zondag verder met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.